Het is al even geleden dat jullie iets van me gehoord hebben, maar ik ben ontzettend druk bezig geweest in de kapsalon, net zoals jullie denk ik. Maar we hebben de komende dagen iets heel leuks op de planning en dat wil ik met jullie delen. Want we zijn namelijk een nieuwe collectie aan het maken voor KISS. En ik wil jullie even behind the scenes meenemen wat er nou allemaal precies bij komt kijken om zo'n collectie te maken. Wat ik aan deze collectie ga hangen is ook een e-learning traject. Dus ongeacht met welk merk dat je werkt, kan je gewoon deze e-learning traject kan je volgen via mijn YouTube kanaal. Maar dat zal nog een paar weken duren omdat we alles nog in gang moeten zetten. Maar kom maar eens mee, dan gaan we eens even kijken wat we allemaal aan het doen zijn. Nou, we beginnen natuurlijk hier in onze studio. Ik doe deze collectie niet alleen. Ik heb daar twee collega's, Angelique en Sandra, heb ik daar ook bij. Die helpen me daar ook mee. Nou ja, zoals jullie kunnen zien, het eerste model wordt al gekleurd. En nou ja, dan hebben we hier het verhaal helemaal achter de collectie. Het is niet dat we zomaar iets uit de hand schudden. We beginnen altijd met moodboards. Dan we gaan kijken van wat is nu de komende trend? Wat gaan we zien op haarkleurgebied? Wat gaan we zien op knipgebied? Nou, daar zijn we al een hele tijd mee bezig geweest, maar dit is dan een beetje het verhaal. Nou, en om een klein beetje de sluier op te lichten, wat gaan we zien? We zien echt de seringenkleuren komen terug in het straatbeeld. Nou, we hebben heel lang het koele blond gezien, het grijzige blond. En we hebben er nu echt wel een tegenhanger. Nou, die tegenhanger zijn de kopertinten. Misschien hebben jullie er al wel wat van gehoord. Het echt mooie poederige koperen komt er terug in voor. En met wat lichte accenten, dus dat gaan we ook bij een ander model gaan we dat weer aanbrengen. En dan hebben we de mooie goudtinten. Hier mooi, de goudtinten komen terug. Wil niet zeggen dat het cool witte grijze blonde helemaal verdwijnt. Maar het goudblonde is echt wel weer wat we in het straatbeeld gaan zien. En ik ben daar heel blij om, want ik denk dat jullie het ook wel eens gehad hebben in de salon. Dat je dan zo'n klant hebt, die zou prachtig staan met een goudblonde tint. Maar die zegt dan, nee, ik wil per se grijs blond. En dan je denkt, potver, dat sluit niet helemaal mooi aan op de huidskleur. Dus het goudblonde gaan we ook terug erin zien. Nou, hier zien jullie dan de modellen die we dan geboekt hebben. Joy is nu het model waar mijn collega Angelique mee bezig is. Die wordt alvast, het aanzetje wordt alvast geblondeerd. En later gaan we dan de techniek erin zetten. Nou, dan het gevoel van het haar. We gaan sowieso één look maken met het commerciële haar wat jullie gaan zien. De mullet komt toch echt wel een beetje terug. We gaan mooi choppy bob laten we aan jullie zien. Het lange haar in lagen, maar wel heel mooi met een beweging erin. Dus voor elke klant voor in de salon is er weer iets moois. Nou, op die manier gaan we dan ook kleuren gaan we testen. Dat we kijken van wat staat er nou precies het mooiste. Al dat voorwerk is al gedaan. En als je dan kijkt naar dit gedeelte. Kijk, dan zie je dus dat alles al uitgetekend is. Dus alle kniptechnieken, alle kleurtechnieken, daar zit echt wel een gedachte achter hoe dat we allemaal dat gaan doen. Dus, nou ja, vandaag komen er nog twee andere modellen, komen er binnen. Dus we hebben in totaal 3 modellen, dus dat worden 3 kniptechnieken, 3 kleurtechnieken worden er met jullie gedeeld. En zoals ik al aangaf, op mijn YouTube kanaal zal denk ik, waar zitten we nu? Even kijken, we zitten nu half mei. Ik verwacht eind juni het hele pakket helemaal klaar te hebben. Nou, Angelique is hier al bezig met het aanzetje met blonderen. Morgen hebben we de beauty shoot. Vandaag hebben we de step-by-step. Morgen gaan we ook nog een stukje filmen. Dat jullie ook al een kijkje daar achter de scène mee krijgen. Nou ja, Sandra is daar al bezig met wat kleurtjes ook verder aan het uittesten op een dolhead. Nou, hele mooie dingen komen er voorbij, zodat we jullie weer kunnen inspireren met het komende seizoen. En nou ja, ik zou zeggen, ik zie jullie allemaal en morgen filmen we nog even wat verder met de behind the scenes, met de beauty shoot.